dat je niet de nodige gebruikersrechten hebt. Dat is heel belangrijk. Ik ga dat straks ook toelichten, wat het belang daar precies van is. Want zonder gebruikersrecht kan je eigenlijk niet aan de slag. Zie je ook niks in de applicatie, dus daar moet je eigenlijk mee starten. Wat is de bedoeling? De uren van de deelnemers die worden gesubsidieerd. Dus voor ons is het belangrijk dat dat gesubsidieerd uur effectief heeft plaatsgevonden. Dus dat is eigenlijk hetgeen dat we willen controleren, of dat gaat gecontroleerd worden en dat we dus willen bewijzen. Dus dat uur, die uuropleiding moet dan goed gedocumenteerd zijn. Dus de bedoeling is om eigenlijk die aanwezigheid en die uren van die deelnemers in de opleiding te registreren. En hoe gebeurt dat? Via het toewijzen van een unieke QR-code of een treksregisternummer in de opleiding. Een e-mailadres is ook mogelijk. En de lesgever is dan degene die dat uur gaat bevestigen. We gaan daar straks nog even dieper op in. Maar dat zijn de twee basiselementen om die aanwezigheid om zeker te zijn van die aanwezigheid. Belangrijkste is vier ogen principe. Dus daar draait het eigenlijk om. Dus de registraties moeten eigenlijk bevestigd worden door een ander persoon. Dus een deelnemer die is aanwezig tijdens de opleiding. En die aanwezigheid van die deelnemer wordt bevestigd door die QR-code die die deelnemer ontvangt. En het is dan de lesgever die die QR-codes gaat registreren in de applicatie. Dus we gaan dat ook in de demo een keer tonen, denk ik. Maar het is belangrijk dat dat die lesgever is, want het is de lesgever is de enige persoon die eigenlijk weet wie dat de deelnemer is of de deelnemers zijn die in de opleiding zaten. Dus we zitten eigenlijk we willen heel hands het proces digitaliseren. Dus daarom dat het belangrijk is dat die opleider, die weet van welke deelnemers dat er geweest zijn in de opleiding, dat die lesgever bevestigt van, ja, dat klopt, dit zijn de deelnemers en deze uren kloppen dus. Het vervangt de tijdsregistratie op papier. Er is geen papier niet meer nodig of een Excel-document als jullie dat nog weten van vroegere opleidingsoproepen. Moet niet meer bewaard of opgeladen worden als alles correct verloopt. Dus dat zou een papierlast en bewaarlast zou verdwijnen. Dan de belangrijkste en bij jullie in de opleidingsoproep is dat de aanwezigheid wordt geregistreerd op de dag van de opleiding zelf. Dat is een super, super belangrijke. Als de aanwezigheid van niets op de dag zelf kan geregistreerd worden, dan zit je echt met een serieuze administratieve last, want achteraf moet er nog van alles in orde gemaakt worden. Dus het is echt heel erg belangrijk dat alles klaarstaat, de voorbereiding, op de dag van de opleiding zelf en dat alles in orde is. Daar ook straks nog even dieper op in. Maar dit is een hele cruciale om te weten. Stel, het is een technisch systeem. Lukt het niet? Jullie hebben technische problemen of andere problemen dat het niet lukt om de dag van de opleiding zelf de registraties door te voeren, dan moet je dat melden op de dag zelf. ESF-support.tr@vlaanderen.be. Maar dan proberen wij dat als SAP, als er iets is dat wij kunnen doen. Maar wij kunnen eigenlijk niet veel doen. De voorbereiding ligt volledig in jullie handen. Dus het is heel belangrijk dat die voorbereiding bij jullie heel goed gebeurt, zodat er iedereen kan geregistreerd worden op de dag van de opleiding zelf. Moest er een technisch probleem zijn dat wij zelf kunnen rechtzetten, dan moet je dat melden. En dan kunnen we nog op de dag zelf proberen ook te helpen.
Wij volgen die mailbox heel goed op. Maar er is niet zoveel dat wij kunnen doen. Maar je moet het zeker melden, zodat we weten dat er een reden is geweest dat het niet gelukt is. En wat die reden dan ook is. Het is ook een ander systeem dan de ESF-applicatie. En jullie kennen de ESF-applicatie, waarin dat, de projecten zijn ingediend, het projectvoorstel is daar ingediend, jullie hebben daarin aangegeven welke opleidingen dat jullie wensen aan te vragen, waar dat de rapportering ook in gebeurt, maar het is een ander systeem. Want we zitten soms, het kan zijn dat je organisatieverantwoordelijke bent in de ESF-applicatie. Dit is een andere applicatie en andere gebruikersrechten. Dus dat is heel belangrijk om te weten of dat je niet veronderstelt van ik heb een recht in de ESF-applicatie, dus ik zal automatisch ook in deze tijdsregistratie-applicatie kunnen. Dat is niet het geval. Hoe starten we? Dus we gaan stap per stap erdoor. Het is eigenlijk een systeem dat werkt via het toegangs- en het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Dat noemt ook ACM-IDM en dat staat voor authentificatie en identificatie. Wij zijn hier eigenlijk papieren handtekeningen aan het vervangen door digitale handtekeningen, door gebruikersrechten te geven aan mensen die actief zijn in het project. Dus dat is eigenlijk een manier van werken die steeds meer gebruikt wordt voor andere online diensten ook. Wij gaan dat voor de toekomstige plaatsomgeving, dus voor onze toekomstige, we zijn een ESF-applicatie, dus voor onze toekomstige projectopvolgingssysteem gaan we dat ook gebruiken. Dat is ook voor het kwaliteitsregistratiesysteem al het geval. Voor Text on Web, dat is misschien het meest gekende. Ook daar zie je dat je gaat moeten identificeren met een bepaalde sleutel, met digitale sleutels. Dat kan een EID zijn, een token, it's me. Dus dat vraagt eigenlijk veel voorbereiding. Dat vertrekt namelijk Hansa Gebruikersbeheer. Dat zit bij jullie organisatie zelf. Dat vertrekt zelfs eigenlijk vanuit de wettelijke vertegenwoordiging van jullie eigen organisatie, die Hansa Gebruikersbeheer logica. Jullie als organisatie, of binnen jullie organisatie, is er een bepaalde wettelijke vertegenwoordiging. Dat is een bestuurder van de Raad van Bestuur, of dat kan iemand die een formele machtiging heeft. En die kan bepaalde taken doordelegeren aan de lokale beheerder binnen jullie organisatie. En die lokale beheerder, die kan eigenlijk binnen zijn eigen organisatie bepalen wie dat wat mag doen binnen de organisatie, binnen die toepassingen, binnen verschillende toepassingen. Dus die lokale beheerder, die kan eigenlijk, die moet eigenlijk gebruikersrechten toekennen aan iemand die actief is in het project. Dus het is belangrijk om te weten in jullie eigen organisatie wie dat de lokale beheerder is en wie dat eigenlijk die gebruikersrechten kan toekennen. Want, en dan is dat hier informatie voor die lokale beheerder zelf, voor de maatregel Plato's tijdsregistratie moet die eigenlijk gebruikersrechten toekennen binnen het domein werkgelegenheid. Dus dat is eigenlijk een soort toegang. Zo kun je toegang krijgen tot deze tijdsregistratieapplicatie. Als jullie horen donderen in Keulen, dat je zegt van lokale beheerder, nog nooit van gehoord. Je kunt intern een keer rondhoren. Die situeren zich vaak in de ICT-afdeling of degene die rechten heeft, geeft aan nieuwe medewerkers. Als jullie ook niet weten wie dat die lokale beheerder is, kan je dat ook altijd navragen bij de 1700-lijn. Die gegevens komen later terug. Wij kunnen eigenlijk ook eventueel helpen om te zien. Maar informeert eerst intern.
Want als er geen lokale beheerder is, dan moet je naar de wettelijke vertegenwoordiging gaan. En dan zit je nog in een iets langer parcours. Dan moet die persoon een lokale beheerder aanstellen. En dan ben je op dat moment pas vertrokken. Dus het vraagt voorbereiding. Maar dit is een cruciale, want als de medewerkers in het project geen gebruikersrecht hebben, kunnen ze niet aan de slag in de applicatie. Ja, wat doet die lokale beheerder? Het toewijzen van de gebruikersrechten. En hij kan die gebruikersrechten toekennen voor de mensen in zijn eigen organisatie. Dus als jullie met interne opleiders, ik denk dat de volgende slide is, dat zijn de types gebruikersrechten. Er zijn twee gebruikersrechten, maar we gaan hier eventjes door de taken die op te nemen zijn in de applicatie, in de tijdsregistratieapplicatie. Er is één iemand die, liefst twee personen, want we vragen om best een backup te voorzien. Er is iemand met de promotorrol, of die de taak van de promotor opneemt. We hebben hier staan, dat zijn eigenlijk alle personen die operationeel het project gaan opvolgen en die de voorbereidingen van de opleidingen op zich gaat nemen. En dan de expliciete vraag om een backup. We gaan straks toelichten wat dat allemaal inhoudt, maar degene die eigenlijk de opleidingen voorbereidt, gaat klaarzetten in het systeem, gaat zeggen van dat die de registraties gaat voorbereiden. Dus eigenlijk moet alles al op voorhand klaarstaan. En dat is de persoon, die promotor, al het voorbereidend werk op zich moeten nemen. Het bijhorend gebruikersrecht dat daarbij hoort, is dat van DWSE-organisatieverantwoordelijke. Dus die DWS, dus de lokale beheerder, moet de rol, het gebruikersrecht, DWSE-organisatieverantwoordelijke, toekennen aan degene die het project gaat opvolgen en de voorbereiding van de opleidingen gaat doen. Dan is er is het mogelijk dat jullie aan de slag met interne opleiders. Op dat moment moet die lokale beheerder en die interne opleider het gebruikersrecht DWSE-opleider toekennen. Dus het is belangrijk dat jullie ook, jullie kunnen dat allemaal op voorhand doen. Je kan op voorhand, best sowieso op voorhand, maar je kunt dat ook in één beweging doen, dat die er ook al in zitten. Dus als jullie weten van dat zijn de personen die van onze interne organisatie die opleidingen op zich gaan nemen, dan hebben zij de rol DWSE-opleider, het gebruikersrecht DWSE-opleider nodig van die lokale beheerder. Als jullie opleidingen hebben waar dat jullie werken met externen, dan die externe opleiders, die hebben hetzelfde gebruikersrecht nodig. Dus dat is ook het gebruikersrecht, DWSE-opleider, dat die gaan nodig hebben. Maar er is nog een maar bij. Die lokale beheerder van jullie eigen organisatie, die regelt alle gebruikersrechten van de mensen die te werk gesteld zijn in jullie eigen organisatie. Een externe opleider, die werkt niet voor jullie organisatie. Anders had een interne opleider geweest. Dus als die lokale beheerder wil een gebruikersrecht toekennen aan die persoon, aan die externe opleider, dan ziet hij die niet staan in zijn lijst. Want dat heeft een link van naar die Mona, ik weet het niet, maar die ziet van dit zijn de personen die binnen mijn organisatie te werk gesteld zijn. Maar die externe opleider gaat daar natuurlijk niet tussen staan. Dus daarom moet die lokale beheerder nog extra een werkrelatie leggen.
binnen zijn eigen organisatie, zodat hij die externe opleider dan wel die rol DWSE-opleider kan geven. Dus dat is een belangrijke om te weten. We hebben daar ook zeker instructiefilmpjes van ook op onze website staan, dat ik straks ook ga toelichten hoe je dat moet doen. Maar dit zijn dus zaken die ook allemaal op voorhand moeten gebeuren. Dus je ziet, die lokale beheerder heeft dan eigenlijk een rijksregisternummer nodig van die opleider, het naam en het e-mailadres. En met die gegevens kan hij het gebruikersrecht toekennen of die werkrelatie leggen. Dus dat kunnen hier allemaal meer dan één. Dus de promotor, die vraag krijgen we ook vaak. Je kan met meerdere promotoren zijn, meerdere interne opleiders, meerdere externe opleiders. Er is ook meer dan één lokale beheerder. Dus het kan zijn binnen jullie eigen organisatie, dat je zeggen van kijk, we gaan ook een extra lokale beheerder toevoegen. Dat kan ook, maar dat is volledig binnen jullie eigen organisatie te bepalen. Dus hier nog eventjes de taken. Wat doet een lokale beheerder? Toewijzen van gebruikersrechten en in geval van externe lesgevers ook een werkrelatie aanmaken. En dan de taken, een beetje meer specifiek. Het gebruikersrecht, die is die organisatieverantwoordelijke, dat is die promotorrol. Die doet eerst de voorbereiding. Wat houdt die voorbereiding in? Die maakt eigenlijk de deelnemers aan in het systeem. Dus jullie gaan opleidingen organiseren. Wij moeten weten wie dat is. Dus in de voorbereiding moeten jullie eerst die deelnemers aanmaken in het systeem. En daarvoor heb je ook nodig hetzelfde naam, e-mailadres en rijksregisternummer. En op dat moment wordt die deelnemer aangemaakt in het systeem. Op het moment dat dat aangemaakt wordt, die deelnemers aangemaakt wordt, wordt er een mail gestuurd naar die deelnemer zelf. Dus het is ook het e-mailadres dat we nodig hebben. Naar dat e-mailadres wordt een QR-code doorgestuurd. Dus die deelnemer in jullie organisatie krijgt dan een mailtje van hallo, je gaat deelnemen in kader van opleidingen en jullie hebben daarvoor nodig deze QR-code. Dus breng deze QR-code mee naar opleidingen. Dus de deelnemers moeten die QR-code meenemen naar de opleiding. Dat is eigenlijk dan echt een unieke code. Dat is de bedoeling natuurlijk, een unieke code voor die deelnemer. Wat moet die promotorrol nog doen? Hij maakt opleidingssessies aan per opleidingscode. Dus dat is natuurlijk het klaarzetten en het voorbereiden. Er gaat een opleiding door. Jullie vullen de datum in, de uren. Wie is de lesgever en wie is de deelnemer? Dus dat kan je, of de deelnemers. En die lijst kunnen jullie, moeten jullie op voorhand klaarzetten. En eens dat jullie dat hebben klaargezet en gefinaliseerd, bevestigd, pas op dat moment gaat dat naar de opleider. Dus als die voorbereiding niet goed gebeurd is of niet bevestigd geweest is, en dan op dat moment gaat de opleider naar de tijdsregistratieapplicatie, want ook de opleider moet dan die tijdsregistratieapplicatie gebruiken natuurlijk. Als hij daarin kijkt en die opleider ziet niks staan, dan kan dat te maken hebben dat hij niet het juiste gebruikersrecht heeft of geen gebruikersrecht heeft, of dat de opleiding niet is bevestigd door de promotor. Het is pas als bevestigd is dat het naar de opleider doorgaat. Wat moet die promotorrol... Dus dat is zo de voorbereiding. Dan gaat de opleiding door. En dan komt dat terug. En op dat moment is het nog ook altijd aan de promotor om dat nog eventjes na te kijken.
en dat goed te keuren. Dus die promotor kijkt dan de tijdsregistraties na. Ik kan ze niet... je kunt daar niet veel meer aan aanpassen. Het enige dat je nog kunt doen, is nog eventueel deelnemers eruit halen. Maar voor de rest is het... willen we gewoon wel nog de verantwoordelijkheid geven aan de promotorrol om die goed te keuren nadat de registratie is gebeurd door de opleiding en die uiteindelijk in te dienen naar ESF. Voor ons staat natuurlijk alleen maar degene die effectief ingediend zijn naar ESF. Dus dat is eigenlijk de taken die horen bij die promotorrol. Dan heb je de taak die hoort bij de rol of het gebruikersrecht, DWSE-opleider. Het enige dat hij moet doen, maar hij moet het wel weten natuurlijk, is de deelnemers registreren en in te dienen en bevestigen eigenlijk. En dan gaat dat naar de promotor. Die registratie... van die deelnemer, dus de opleider die gaat naar de tijdsregistratieapplicatie, die ziet daar de opleidingssessie staan, die klikt daarop en die ziet dan eigenlijk een mooi overzicht van de uren, ja, wat dat jullie als voorbereiding hebben ingebracht, de uren, de deelnemers. Zijn er op dat moment nog deelnemers bijgekomen? Dan kan je... natuurlijk, dan kunnen die op dat moment ook toegevoegd worden. Dus zijn er deelnemers in de voorbereidende lijst die er niet zijn, dan gaat hij ook die niet kunnen registreren. Maar op dat moment, dus vooraleer dat de opleiding start, dan is het aan de opleider om de QR-codes te laten inscannen van de deelnemers. Zijn de deelnemers de QR-code vergeten, dan is het ook mogelijk om die te laten registreren via een reeksregisternummer of eventueel met een e-mailadres, maar dat is niet... dat is beter met een reeksregisternummer, zodat we zekerder van die persoon dat die aanwezig was. Dus hij registreert die en hij dient op het einde van de dag, kan hij indienen. Dus gans dit proces van die registratie van die opleider, een keer herhalen, moet op die dag zelf gebeuren. Dus hij moet weten, hij heeft het gebruikersrecht nodig en hij moet weten dat hij in die applicatie moet gebruiken en hoe dat hij daarmee moet werken. Voilà. Ik keer eventjes kort nog het proces in een flow. Dus het start bij... ja, dat is de verkeerde... de lokale bestuurder, dat is niet, dat is de lokale beheerder van de organisatie. Die krijgt info over wie binnen de organisatie de opvolging en de voorbereiding van de opleidingen voorziet. En wie dat de opleiders zijn. Dus daar start het mee. Dan, de lokale beheerder wijst de rollen toe. De rol van DWSE-organisatieverantwoordelijke, de rol van DWSE-opleider. Bij externe lesgevers moet de lokale beheerder eerst een werkrelatie aanmaken. Hij heeft daarvoor nodig rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer. Dan, derde stap, de organisatie. Dus degene met de rol DWSE-organisatieverantwoordelijke, die zet alles per opleidingssessie klaar. Als hij die klaarzet, dus hij registreert de deelnemers, op dat moment ontvangen de deelnemers een QR-code via mail. En in de vijfde, dus de opleiding gaat door, alles staat klaar. Dus de opleider kan de deelnemers registreren via die QR-code. Als de opleider de deelnemers heeft geregistreerd en dat heeft bevestigd, dan kan de organisatie zelf nog een keer bevestigen en die doorsturen naar ESF. Voilà. Waarom zijn we aan de slag met deze tijdsregistratieapplicatie? Digitale overheid...
De papierlast verdwijnt, ook de controles vooral verdwijnen. De bron zit hem nu in deze applicatie. Dus de bron staat niet meer op papier. Dus wij hebben ook wel gemerkt in het verleden, daarom ook dat we met deze tijdsregistratieapplicatie aan de slag zijn gegaan, dat er soms discussie is over wat is het registreerd uur of wat dat er fouten of administratieve fouten in feite. En dan tellen die niet. Dus we willen hiermee ook rechtszekerheid bieden. Dus enkel, ook voor ons, enkel wie dat gekend is. Dus dat is dan die gebruikersrechten. Een soort digitale handtekening, dat wil zeker zijn. Dus enkel wie gekend is, kan in het systeem. En er is ook geen discussie niet meer. Dus een uur blijft een uur. En dat is niet alleen voor ons zo, maar ook voor de controles achteraf. De data van de tijdsregistratie, die wordt ook verwerkt naar de rapportbeoordeling. Dus die is dan erg toegankelijk. En dan is ook een snellere behandeling mogelijk van die rapportbeoordeling. Want we hebben eigenlijk zo goed als alle data. De facturen hebben eigenlijk alle data. Dus voor dat uur te laten subsidiëren. Dus een rapportbeoordeling zou dan ook snel kunnen volgen. Wij bieden natuurlijk ook ondersteuning. Hierin staat de link. We hebben ook een draaiboek. We hebben een vakvraag. Een vakdocument waar we de meest gestelde vragen in opgelijst hebben. Er zijn ook instructiefilmpjes. Als jullie vragen hebben over toegangs- en het rechtenbeheer, dan kunnen jullie bij de 1700-lijn ook terecht. Zij bieden hulp bij alles wat dat rechten betreft. En wij zelf staan ook klaar bij esfsupporttr@vlaanderen.be. Ik ga nog eventjes de website tonen. Hier zien jullie onze website, dus esf-vlaanderen.be. Hier rechts zie je een blokje tijdsregistratieapplicatie. En hier zie je instructies voor opleidingen. Die tijdsregistratieapplicatie gebruiken wij ook voor op een andere manier bij het registreren van prestaties van intern personeel, maar dat is voor andere type projecten. En bij jullie is hier instructies voor opleidingen. En hier zie je nog een keer de informatie die we daarnet hebben overlopen rond de toegangen, rond lokale beheerder, de matrix met de rechten. Dan zijn er hier ook filmpjes voor jullie lokale beheerder, hoe dat hij een werkrelatie moet toevoegen. Algemene informatie over het gebruikersbeheer, hoe dat je een gebruikersrecht toekent. Dus deze informatie staat hier ook. Hebben jullie vragen in verband met die lokale beheerder, kan je naar de 1700 bellen. Als je nog geen lokale beheerder hebt, hebben we hier ook een stap-voor-stap gids aan toegevoegd in deze pagina. Of meer informatie vind je daar terug, zodat je zo verder kan. We hebben ook filmpjes gemaakt, instructiefilmpjes voor de promotor. Maar ook voor de opleider. Dus dat kan wel handig zijn om door te geven aan externe of interne en externe opleiders. Dus dat is zeker de moeite waard, zodat ze eigenlijk stap voor stap weten wat dat er van hen verwacht wordt. Maar het is belangrijk dat ze dat goed weten. En ook, we hebben het hier proberen in het vet te zetten, als het... De tijdsregistratie moet steeds op de opleidingsdag zelf uitgevoerd worden. Indien niet, neem onmiddellijk contact op met ESF Support TR. Zodat als er een probleem is, dat we zo snel mogelijk kunnen helpen. Zodat het toch die dag zelf kan gebeuren. Het belang van die dag zelf, dat is voor onze
auditor ook, zodat we ergens garantie kunnen geven dat die opleiding effectief is doorgegaan op die dag. Het is logisch, het spreekt voor zich, maar daarom dat die voorbereiding heel belangrijk is en dat we niet geblokkeerd zitten daarna. Voilà. De infosessie van vandaag kunnen we hier ook opzetten. Dus we hebben op 6 januari ook een infosessie georganiseerd rond opleidingen. Dus die kan je momenteel al bekijken. We zouden de update kunnen van vandaag kunnen hier ook opzetten. Dan een stukje rond de MLP-registratie. En dan hieronder zie je de bijlagen. Je ziet hier de presentatie van vandaag die ik aan het geven ben. Ik heb een slide toegevoegd, dus ik ga nog een update doen en die hier plaatsen. Maar die staat hier, het vakdocument en stap voor stap gids voor de lokale beheerder. Dus het is belangrijk om goed die informatie elke keer door te nemen wat op de website staat. Voilà. Maar misschien nu de applicatie zelf, om het concreter te maken. Jeff, kan jij overnemen? Oké. Okay. Mag ik even een break in tinnen? Ja. Er werd hier een aantal keer de vraag gesteld van wat de mensen moeten doen met opleidingen die al georganiseerd zijn, maar waarvoor nog niets is geregistreerd, aangezien dat de opleidingssessie pas vandaag is doorgegaan. Ja. Ik stel voor dat zij dat individueel met ons opnemen, over welke opleiding dat juist ging, wanneer dat is doorgegaan en wat dat wij daar kunnen aan doen, tinnen. Ja. Dan is dat naar ESF tijdstreek, de ESF supportr@vlaanderen.be. En dan gaan we daar kijken wat we daar kunnen aan doen. Maar dat is de bedoeling om zo snel mogelijk in orde te maken en dat iedereen de juiste rechten heeft, zodat die en die voorbereiding gebeurt. Want dan begint de administratieve last al achteraf. Dus daar zitten we nu al dan bij die gevallen. Ja. Oké, merci. Oké, ik zal mijn scherm terugdelen. Ja. Dat lukt niet, hè. Dat kan alleen in de camera die ik hier zie. Dat is niet het scherm delen. Oké. Maar ja, dat is wel iets. Dat is iets anders. Ja. Dat is ook iets anders. Ik ga eerst naar hier. Ik weet niet dat er al veel mensen zijn die met al sinds met Tax on Web gewerkt hebben of met de ESF-applicatie. Dat is niet evident dat dezelfde personen zijn die zich nu met deze registraties bezighouden. Dat zijn de manieren waarop dat er dus kan aangemeld worden op de applicatie. Meest voor de hand liggende manier, alhoewel gisteren zijn er weer serieuze problemen mee geweest. Dat is een derde partij die mogelijkheid biedt om, als je één keer je identiteitskaart of bankkaart registreert, dat je dan altijd zonder die kaart verder kunt aanmelden. Er zullen misschien al mensen zijn, zeker als diegene, als men ook op gsm werkt, want het is een toegang via uw gsm, hebben waarschijnlijk al met iets mee gewerkt. Ofwel is het standaard, dat is de klassieke manier. Met een identiteitskaart, en dat is nog een klassiekere manier. Dat is voor de ouderen onder ons, zoals ik, die gebruik ik nog altijd. En dan zijn er twee manieren waar ik zelf niet zoveel informatie voor heb, maar er zijn blijkbaar promotoren die ook op deze manieren zich aanmelden. Ik ga eerst in het gebruikersbeheer, dat is misschien niet direct jullie koek, maar dan zie je toch een beetje wat dat betekent. Nou, dat ik hier naar die kijken, want ik ben hier dus afgelogd. Dat is nog zoiets. Wacht een momentje. Ik moet terug de juiste URL te pakken krijgen. Ik kan nu ook een
productie laten zien. Ik wou het even transparant maken met een demo die ik geef. Dat is niet goed. HTTPS, dat is wat veel. Dat zou moeten werken. Zullen we hier terug waar we er juist waren? Ik moet dan niet. Ik denk dat er niet veel anderen zijn die nog op deze manier aanmelden. Maar ik blijf dat nog altijd een handige manier vinden. En als je rap tipt, is het zelfs de rapste manier. Als je niet hard flikkert. Dus, hier gaan niet zoveel van jullie ermee rekening mee bezig zijn. Dit is dus het gebruikersbeheer. Zo ziet dat eruit. Het is nu wel een test. Wij gaan zelfs werken met een organisatie, dat is onze testorganisatie, EVADAM. Daar ga ik dus een promotor hebben en een opleider. En daar gaat er dus opleidingen gepland en geregistreerd. Even tonen we EVADAM. Dat is een testomgeving, dus ik zeg het. Ik kan hem opzoeken. Ik ga kijken. Dus op die manier gaat de lokale beheerder, of de lokale beheerders bij jullie, dus rollen moeten toekennen aan de maatregel Plato's tijdsregistratie. Je ziet hier, verschillende mensen, daar zit een heel pak in, die op de testomgeving gewerkt hebben, die dus de rol organisatie verantwoordelijk, dat is dus de, ik noem het de coördinator van de opleiding, of de coördinator. We noemen het ook promotor, een beetje verwarrend met promotororganisatie. En we hebben voor opleidingen ook nog de rol opleider. Die andere rollen die je hier nu ziet, dat is voor de andere soort van oproepen waar dat uren van prestaties moeten ingegeven worden. Dus hier kan de lokale beheerders kan men terugvinden. Als men toegang heeft natuurlijk, als men dat niet heeft, ja, zoals ik het in het gezegd heeft, en je weet niet wie dat lokale beheerders dan zijn, best dat je daar even informeert bij de 1700. Zijn die in staking of die kunnen niet helpen, maar normaal gezien wel voor die zaken. Dan kun je dat altijd ook nog vragen aan ons op onze esfsupporttr@vlaanderen.be adres. Dat is even kort, dus we gaan nu cijfers, en dat kan ik u niet tonen, want dat werkt niet. Tenzij dat het wel werkt in test. We gaan werken met mij als, mijn naam Jeff Seyer, dus die komt hier pas later, dus is alfabetisch op voornaam zelfs. Met Jeff Seyer, en we hebben ook nog Cedric Johannes, die in de opleider is. Dus dat is de eerste belangrijke stap. Hier moeten de rollen gekend zijn, anders kunnen we geen. We hebben geen toegang tot applicatie. Eén keer als je dus rollen hebt en je meldt je aan in de applicatie, dan krijg je al je rollen te zien. We gaan alleen werken met promotor en opleider. Hier zie je, dat soms is dat belangrijk, al wel de laatste tijd hebben, vragen we dan niet zoveel meer op. We hebben een tijd serieus zitten sukkelen met de koppeling tussen het gebruikersbeheer en de toepassing. En hier zie je alle rollen die je hebt nog eens. Want in productie ziet je dat niet hier. Ziet je alleen uw naam. Maar je kunt dus de rollen wel zien. En soms komt dat van pas als we dat opvragen. In eerste instantie welke rollen dat je hebt. Dus hier staat aangeduid welke rollen hij bij die organisatie EVADAM met een ondernemingsnummer, zoals het hier vermeld wordt, geregistreerd is. Ik weet niet, daar ben ik niet zeker mee, Tine. Of dat je iets gezegd hebt over al die doelgroepen? Nee. Want organisaties kunnen tot verschillende doelgroepen in het gebruikersbeheer behoren. Ik kan u dat eens even laten zien. Hier. Voilà. Veronderstel dat de meest economische actoren zijn. Ja. Ja, ik had hier wel gedacht van nog iets meer te vinden. Maar kijk, hier heb ik er al twee toch alleszins.
De meest couranten is, dat zijn dus de gewone privéondernemingen, die hebben een ondernemingsnummer. Die zijn ook zo geregistreerd in de ESF-applicatie. Want de koppeling tussen de ESF-applicatie en het project dat je hebt in de oproep 522 wordt gemaakt via de registratie van het project in de ESF-applicatie. Dus met het ondernemingsnummer dat daar gebruikt wordt. En er zijn nog twee speciaal gevallen, er zijn er drie eigenlijk. Maar het voordeel ervan is, hier zie ik al, een lokale bestuur kan het ook zijn. Ik weet nog niet of dat van toepassing is voor deze oproep, daar moeten we het er niet over hebben. Het kan ook zijn dat jullie dat de promotor een organisatie is binnen de Vlaamse overheid. En dan hebben we ook nog, maar ik weet dat ook niet dat dat voor deze oproep van toepassing is, onderwijsinstellingen. Dus afhankelijk van de aard van de organisatie moet de registratie van die rollen gebeuren bij een van die vier doelgroepen. Maar daar weet de 1700 alles van, en wij weten er ook al wel heel wat van. Zijn daar vragen over, of dan kunnen we dat wel snel beantwoorden. Of de 1700. Alleszins ook. Goed, dus dat is het eerste scherm dat je krijgt nadat je een keuze hebt, ook in de toepassing als je daarin gaat. Ik kan misschien hier tonen. Voilà, dat is mijn productieomgeving. Dus ik zit in het WSE-loket, in de tijdsregistratie. Ik heb hier, iedereen heeft ook een natuurlijk persoon, maar daar kunnen we niks mee doen. Daar heb je geen toegang tot applicaties, dus daar moet je niet op klikken als je wilt starten met de applicatie. Maar je zult hier de naam van je organisatie zien, ofwel de doel, en dat gaat nog wel veranderen op korte termijn, ik kan er dus niet te veel over zeggen, bij de Vlaamse overheid en met de onderwijsinstellingen zie je op deze moment dit als eerste staan. En dan is nu, ik ga er niet te veel over vertellen. Nu op deze moment, afhankelijk van de doelgroep, gaat je hier de naam van de doelgroep zien, of in de meeste gevallen, als je privéonderneming bent, gaat je de naam van de organisatie zien, zoals ik hier heb, Woodstock. Dus als voorbeeldje hierbij gevoegd. En het is dan, als je dus hier op de juiste organisatie klikt, die gekoppeld is aan het project, dan moet je deze fout niet krijgen. Maar dan ga ik dat niet verder laten zien, dan krijg je dit te zien. Dus dan moet je dat hier nog wegkrijgen, volgens mij. Dus wij werken hier nu met promotor en opleider, met een naam, met dubbel F zoals ingegeven. Dat is op zijn Engels. Voilà, dat is het eerste scherm dat je als promotor ziet staan. En als je maar één project hebt, of een beperkt aantal projecten, gaat dat hier niet veel verschijnen. Maar hier, we zitten hier met testen, een testomgeving. Dus hier verschijnt het projectnummer waar je de goedkeuring voor hebt. We gaan hier nu, in mijn geval hier met opleiding, met dit project werken. Maar ik ga toch even wat de promotor nog kan opvragen tonen in deze stap al. Er is hier een functie die ik zelfs wel op het einde nog op terugkom. Iedereen wordt geregistreerd. Dus de promotor, als hij zich aanmeldt, wordt hij automatisch geregistreerd. Hij krijgt dan de rol. Hij wordt ook geïdentificeerd binnen de applicatie als promotor. Maar een opleider, als je die toevoegt, ten eerste keer, of de deelnemers bij een opleiding, als je die de eerste keer toevoegt, dan worden die geregistreerd. En je moet daarvoor, ik ga wel geen voorbeeld hebben, denk ik, dus, dan moet je, als dat de eerste keer is en is nog niet geregistreerd, moet je zijn Rijksregisternummer ingeven, want we werken volledig met Rijksregisternummer, dat is een must. Ook voor de latere rapportering. Zoals in MLP, waar we het kort gaan over hebben straks. Maar de eerste keer dat je geregistreerd wordt, de opleider ook, maar dan is dat in feite niet nodig, omdat men geen opleiding gevolgd, maar ja, we sturen. De eerste keer dat men geregistreerd wordt, krijgt men die QR-code, als men inderdaad, je moet dus ook een e-mailadres ingeven van de deelnemers. En ik weet, daar zijn niet altijd evident, want niet iedereen in deze moderne tijden hebben of gebruiken een e-mailadres. Vandaar dat er ook wel nog een andere mogelijkheid is, maar in principe is de meest toepasselijke en ook aanvaarde manier om een QR-code die dan via mail wordt verstuurd
aan de bepaalde persoon die ik werk over, moet hem naar de opleiding meebrengen of moet hem thuis, als de opleiding op afstand is, tonen en die kan ingelezen worden gewoon door de foto te nemen van die QR-code. Zoals je nu ook QR-codes leest. Als je, wat je mee op je overstelpt wordt de laatste tijd. Dus het is ook mogelijk, en dat is toch niet onbelangrijk, dat je hier ook, stel nu dat er iets misloopt met het verzenden van die QR-codes, kun je altijd die QR-code nog eens opnieuw versturen. Dus met het adres hier, wat je kunt wijzigen in principe. Dus. Dat is niet goed, hè? Maar ja, moet hier, hier moet ik doen. Nou, dat is eigenlijk niet. Dus hier wijs je het adres. En dan stuurt, kun je de QR-code, moet je de eerste keer een verkeerde adres hebben, maar diegene die toch een adres hebben, kun je dat opnieuw versturen. Dat is het gebruikersbeheer, dat dient daarvoor. Dient ook nog voor service voor iets anders, maar daar ga ik nu niet over praten. Hier ga ik ook nog even wachten, daar komen we service op terug. Dit heeft niks voor jullie te betekenen. Dat gaat over de tijdsregistratie. Maar voor een promotor is het wel interessant, dit. Hier kan hem zien alle opleidingen die gepland en geregistreerd zijn. 9364 was het zeker, ja. Of 4-6 tenminste. Voilà, we zitten er hier een pak in. Oh, zal ik nog mee? Niet zoveel. Dus hier zien we allemaal alle opleidingen die gepland zijn naar de toekomst. Dat is erin. Het is de laatste, dus de 17. Mei, er zijn er nog geen. Ja, er zijn er die uitgevoerd zijn. Dus want je hebt die statussen. Gepland is als het dus gepland is door de promotor en hij heeft het bevestigd. Ik ga het zelfs laten zien, dat zijn twee stappen. Je hebt de mogelijkheid van twee stappen. In uitvoering is, dat is wanneer dat er één registratie gebeurd is door de opleiding. Uitgevoerd is, wanneer hij de opleidingen, er is een registratie bevestigd heeft. En nadat dat bevestigd is door de opleider, op de dag van de opleiding in principe, nadien moet een promotor deze nog eens goedkeuren, zodat ze ingediend worden bij ESF. Dat is de vierde status. En dan hebben we nog een status die we toch voorzien hebben. Ook hadden we ze liever niet voorzien. Maar het kan altijd zijn, ook als men ingediend heeft, dat er toch nog iets vergeten is of foutief gelopen is, hebben we nog een functie voorzien dat de promotor een ingediende sessie terug kan heropenen. Maar omdat het dan heropend is en het is in het verleden, moet dat wel gepaard gaan dat je toelating daarvoor krijgt om bijkomende registraties te doen in het verleden. Dus dat gaat altijd, je kunt dat doen, maar dan kunnen we nog niks wijzigen, zolang dat je ons niet gevraagd hebt om die sessie terug open te zetten, zoals die mogelijkheid bestaat, als je ons op tijd verwittigt dat er een technisch probleem geweest is. Die mogelijkheid hebben we nu ook voorzien, dus ook al is het al ingediend, kun je toch nog bepaalde zaken rechtzetten, zaken die, er zijn mensen. Dat is tot nu toe gebeurd, dat de opleiders gewoon geen registratie doen en gewoon toch bevestigen, dus zonder dat er één deelnemer geregistreerd is. Dat klopt natuurlijk niet, is dat dan vergeten. En, na een paar weken valt men erop, of een paar dagen, en dan moet dat, dan vraagt men dat om terug open te zetten en moet de promotor dat heropen. Dat zijn de stappen voor de promotor, en de belangrijkste stap is, hij moet een sessie klaarmaken. We gaan, als hij dus het project kiest, gaat hij de opleidingen zien die toegelaten zijn voor dat project. Dat is verschillend van project tot project. Een opleiding kan intern of extern zijn. Het kunnen opleidingen zijn die vervallen zijn, die dus niet meer kunnen gebruikt worden. Dan komt dat hier ook te staan. We gaan hier nu een opleiding kiezen, de 3000, interne opleiding 1. En we gaan daar een sessie voor aanmaken. Ik heb hier al nog andere sessies openstaan, zie je. Die zijn al voorbij, dus er is iets. Dus ofwel zijn ze niet doorgegaan, ofwel is er iets mee aan de hand geweest. Het is ook wel zo, dat heb ik niet gezegd daar juist. Als een sessie toch niet doorgegaan is en is gepland, dan kunnen ze wel verwijderen. Dat uw lijst proper blijft. En dat wij ook ons niet zorgen moeten maken over geplande opleidingen, of heel veel geplande opleidingen die
in uw lijst van opleidingen staan, want dat wil zeggen dat er toch iets normaal gezien niet juist is. We gaan een sessie opmaken, we gaan dat opmaken voor vandaag, want dan kunnen we het ook registreren. En we pakken maar gewoon een uur. 8 uur tot 12 uur hebben we die opleiding vandaag gehouden. En dan krijg je de schermpje hier, gewoon waar je de opleider moet ingeven. Ik heb hier nu geen... Normaal gezien kun je ofwel via Rijksregisternummer. Maar ene keer als de persoon dus de eerste keer geregistreerd is geweest, dus je bent als opleider gekend, kun je die ook opvragen via voornaam en naam. Zelfs met een deel van de naam. Dus gewoon de eerste letters zelfs. Hier zit er nu maar toevallig maar één in, dus hij gaat deze opnemen. Dus dat is, je bent niet echt altijd verplicht van via de Rijksregisternummer te werken. De eerste keer wel, als het nog niet gekend is. Dan moet je het, en dan worden de gegevens van het Rijksregister opgehaald. En je moet het enkel een e-mailadres aanvullen. En dan is de persoon geregistreerd de eerste keer. Voilà. Hey, dat is niet goed, hè? Misschien wel goed. Alert. Ja, mannetjes, we zitten hier op een testsysteem. Dat is niet goed. Ik heb het gisteren nog getest. Toen werkte dat perfect. En dan kan ik nu... Ik ga met een andere proberen, maar ik vrees dat ik hier... van een nulreis terugkom. Er is een overlappende testregistratie gevonden. Staat er rechts bovenaan. Zegt hem dat? Ja, wel. Vandaag? Misschien dat het al klaargezet had. Daarom. Ah, dat lijkt me raar. Op hetzelfde moment. Dat kan ik hier niet controleren. Ik bedoel, wacht eens, waar. Dus dat dan is, ja, daar let ik nog niet genoeg op. Die meldingen die worden hier nogal klein gegeven. En dat is ook recent eigenlijk verfijnd geworden. Maar goed, we gaan naar vorige en we gaan die cursus midden van de nacht doen. Dat zal dus wel niet. Het zou moeten lukken dat je een persoon dan al weg is. Naar de volgende stap. En nu zullen we moeten vrij zijn, onze Cedric. En nu gaan we kijken. Ah, goed gezien, Tim. Gelukt, zegt hem. Dus nu heb ik mijn opleider toegevoegd, dat is de eerste stap. Je kunt ook meerdere opleiders toevoegen. Dus dan kan elk van degenen die je toegevoegd hebt, die registratie van die deelnemers doen. Dat gebeurt ook. Er wordt op deze moment wel niet bijgehouden wie dat een effectieve of wie dat werkelijk de opleiders zijn. Iedereen die hier dus toegevoegd wordt, kan registraties doen. En dan kan men op voorhand, om het werk van de opleider te vergemakkelijken, als het kan, als het al, en ook als het in de planning kan, want ik had de juiste vraag, moet dat? Dat moet niet. Hè. Het is alleen maar één keer, als je dus personen toevoegt, dan ga je die vooraf toevoegt, moet een opleider die ook, dan moet die niet eerst nog eens toevoegen en dan registreren. We gaan eens kijken, ik ga er hier twee toevoegen. Dat is testing en test. En wat moet ik nu nog een toevoegen? Nee. Ja, dat ga ik niet doen. Dus dat is een opleiding. Ik denk dat er maar één man gaat zijn. En dan kan men dat gewoon zo laten. Dan is het bewaard. Maar zolang dat men niet bevestigd heeft. Dat is hier. We kunnen het dus bewaren. Dan is het nog niet. Dan ziet de opleider het nog niet staan. Op deze moment is het bewaard. Het wordt automatisch bewaard. Om het zichtbaar te maken voor de opleider, moet het bevestigd worden. Wat je ook kunt doen bij het plannen van je opleidingen is, als dat dus reeks van opleidingen zijn met dezelfde deelnemers, je kunt dus sessies kopiëren. Dus je kunt die sessie zeggen, oké, okay, ah ja, die gaat ook. En we gaan die alleen nog maar bewaren. Dan kun je zeggen, oké, okay, morgen gaat die sessie ook door. Voilà.
Die deelnemers zitten erin en je kunt dat bevestigen. Maar nu gaan we eerst proberen toch die opleiding van vandaag. Ik ga naar project. Ik heb hier de opleiding. En hier heb ik die 17.5. Die is dus nog niet gepland. En daarmee had hem die problemen van gisteren. Maar we zijn vandaag de 18e, hè, chef? Ik kan dat nog wijzigen. Ik kan die datum nog wijzigen. Dat is wel een beetje aan de kant. Anders gaan we het niet kunnen ingebracht hebben. Ja, we kunnen het wel. Maar. En nu gaan we het bevestigen. Bevestigen. U ziet ook dat bevestigd is. Gepland, zegt. Wat betekent dat als nu, en nu moeten we even de ogen dicht doen, want dat is een andere manier van aanloggen in testomgeving dan in de werkelijke omgeving. Ik ga niet aanloggen met onze persoon CJ bij Eva dan. Dus is een andere manier. Zijn we dat met allemaal met EID en zo moet werken. Voilà, we zijn terug, als hem het geeft. Nu zitten we bij Cedric hier. Dat is dus opleider. En je ziet... Oeps. Ja, je ziet dus... De sessie die ik daar juist aangemaakt heb, om 1 uur s'nachts, ziet hij hier staan. Dus wat moet hem doen? Die openen. En dan gaat hem zien, ja, dat klopt, dat deze sessie die ik kan... die ik moet uit opleiding geven... En hij heeft dus één deelnemer. Deelnemer, die kan hij onmiddellijk registreren. Om daar juist QR-code, dan gaat er eigenlijk een ding op. Oh, de camera is al in gebruik. Waar heb ik die? Ja. Dat kan afzien. Is dat ook goed? Nou, nog eens proberen. Ik ga al iemand een camera zien, zijn we niet. Voilà, en dan houdt men hiervoor het blad met de QR-code en men scant dat in. En dan wordt je persoon automatisch geregistreerd. Dan wordt je op die manier geregistreerd. Dat is de snelste manier. Inderdaad, je moet wel. De persoon moet wel. Wordt gevraagd om nog een keer te tonen, om misschien nog een keer trager te tonen. Dus gewoon hierop drukken. Ik heb geen QR-code bij de hand, dus ik kan het niet scannen. Ik heb van iemand een QR-code doorgekregen. Ik heb ze gevraagd gisteren of eergisteren. Ik heb geen antwoord gehad van het team. Kan ik even het vorige scherm? Hier klik je op QR-code. Ja. Dus voor de personen die hierbij staan, die al dus op voorhand ingegeven zijn, dan kun je onmiddellijk de registratie doen dat ze aanwezig zijn. Via QR-code. Ik ga mijn eigen nu weer niet laten zien. Ofwel via Rijksregisternummer. Dat was een Rijksregisternummer 654. Voilà. Voilà, testigem zit erin. Dus nu is die geregistreerd. Opdat je dat kunt doen, moet je wel eerst zorgen dat je persoon gekend is bij die opleiding. Dus als hem op voorhand niet gepland is, toegevoegd is aan je lijst, moet hem je hier wel toevoegen. Hè? Dus dan moet een opleider dat zelf doen. Als het niet op voorhand is, dus bijvoorbeeld hier. Dat is DG. Hoe komt dat nu? Dat is raar, want je zou hier moeten bijkomen. Ja, dat is weer raar. Het wordt gevraagd om dat vorige het scherm hiervoor te gaan. Dus wat dat de opleiding... Misschien nog een keer te starten van een opleiding, wat dat je ziet. Een opleiding krijgt een overzicht. Hier. Het zijn heropende sessies. We hebben er een sessie staan die ooit heropend is geworden, die van gisteren. Dat is een sessie die nu lopend is, waar het mee bezig is. En die je dus moet registreren. En dat zijn sessies, andere sessies die ook nog openstaan, waar het dan dus moet beginnen registreren. En dus we zijn bij de 18e vandaag. Deze zal hij niet meer kunnen registreren, deze ook niet, zonder dat hij ons vraagt om die sessie terug open te zetten. Dit is die van vandaag. En ik dacht gemakkelijk van je persoon te kunnen registreren. Oh, dat is niet juist wat ik doe.
Van die knop blijft de best af, want als je daarop klikt, dan gaat het terug eruit. Dus die knop van de browser is een beetje taboe. Ja, ik ga je dat nog eens proberen. Maar... Normaal moet die persoon dan verschijnen daaronder. Dus ik registreer hem via rechtsinstellingen. Ik zal nog even, omdat er in de chat nog vragen komen, dus de opleider, als hij het juiste gebruikersrecht heeft, dan kan, ziet hij het eerste scherm, wat dat daarnet, Jeff, met die lopende... Dat is het eerste scherm. Ja. Dus als hij een gebruikersrecht heeft... Nee, dat is niet het eerste scherm, dit. Dit is niet het eerste scherm. Okay. Dit is het eerste scherm. Ja. Het is wel het eerste scherm van opleider. Van opleider. Maar hij moet dan via de link. Je ziet bovenaan de link. Maar die link, ja, die staat ook op onze... dus het is belangrijk dat hij... mocht hier niet pakken, want dat is hier een testsessie. Maar de link die in de presentatie staat en die op onze website staat. Dus op die link moet hij ook klikken. Deze. Op die link moet hij klikken en op dat moment raakt hij in de tijdsregistratieapplicatie als hij het gebruikersrecht heeft. En dan ziet hij deze, dit overzicht staan. Het eerste scherm dat hij gaat zien, als hij geen andere rechten heeft, dat klopt. Dan komt hem rechtstreeks hier terecht. Ja? Als hij meerdere rollen heeft, wat dat ook kan zijn... Dan gaat hem dus die rollen hier zien, hè. Dan moet hem dus eerst nog kiezen. Hè. Want meestal, als een opleider maar één rol heeft, dan komt hem hier dus terecht waar hem al zijn projecten ziet, waar hem al zijn sessies ziet, waar het hem iets moet mee doen. En als dus de promotor de voorbereiding goed gedaan heeft, dan staat hier de opleiding klaar. Dan moet hij gewoon die opleider die aanklikken. En... Dan moeten we in principe nog niet toevoegen wat ik nu probeer te doen, maar dat blijkbaar niet lukt. Ja, maar dus daar staat dan die lijst met al die deelnemers al. De voorbereiding is al gemaakt. Dat staat daar in en dan moet hij klikken op QR-code en moeten de deelnemers de QR-code tonen voor de camera. Je moet gewoon klikken op rijksregisternummer en zijn rijksregisternummer ingeven. Als er geen QR-code... Of zijn QR-code inlezen. Ja, ja. Hij moet direct hierop klikken. Als ze erin staan, moet hem daarop klikken. Moet hem niet hier beginnen op klikken. Dat is... Hij kan wel, hoe dat ik het dus doe. Er wordt dus een uur ingegeven voor de sessie in het algemeen. Hier van 1 tot 2, dat is natuurlijk fictief. Maar kan per deelnemer dat uur veranderen. Dus als iemand vroeger weggaat, of meestal langer blijven, dat zal niet zijn, denk ik. Dan wordt zijn uur aangepast. Ja, zou het moeten aangepast worden. Het loopt hier wel wat verkeerd, precies in test, maar ja. Dat is... Normaal past het uur hier aan en dan... Als je hier het uur aanpast, dat ga ik ook eens proberen. Dan zou je het ook moeten aanpassen voor al de deelnemers die geregistreerd zijn. Nee. Ja, hoop van zegen. Hier is het juist. En nu zou het hier ook 1 uur 30 moeten zijn. Dat werkt wel, ja. Dus hier, op die manier kun je per deelnemer het uur aanpassen en beheren. Dus we hebben nu, we gaan beperken tot 1 persoon. De registraties zijn gebeurd aan het begin van de opleiding, of op het einde van de opleiding. Om het even wanneer, als het maar op de dag van de opleiding is. En dan moeten we die aanwezigheden bevestigen. Sessie bevestigen. Wanneer je de opleiding bevestigt, bevestig je en er kan dus niks meer gewijzigd worden. Dan komt dat dus terug bij de promotor. Ik heb hier nog iets, maar ik ga nu, omdat het sommige zaken niet toegevoegd worden. We hebben ook voorzien, maar ik denk niet dat het... al veel toegepast is. Stel nu dat je een opleider hebt ingegeven en die wordt s'morgens is die kan je niet optreden, je is ziek of ik weet niet wat er gebeurd is, dan is het altijd mogelijk dat om het even welke andere opleider die geregistreerd is voor uw organisatie zich toewijst, er zijn er nu geen
Dat zal er wel zijn. Even zien. Ik heb er gisteren wel mee gebracht. Nee. Dan kan hij dus een opleiding zoeken, die dus, ze moet gepland zijn door de promotor natuurlijk, en kan hij zichzelf toewijzen aan een opleiding die in principe had moeten doorgaan door de, gegeven worden door een andere opleider. Dus op die manier kan hem gemakkelijk verder als vervanger van een andere. Dus dat is ook nog een functie. Goed, we hebben die 18 mei is verdwenen. Die staan er meer bij de geplande, bij de heropende. De opleider heeft zijn werk gedaan. En dan gaan we terug naast de promotor naar mij. Dan ga ik de als laatste stap bestigen. Oké, ik ben promotor. En ik ga nu naar, moet wel het project eerst kiezen als promotor. En hier heb je te behandelen sessies. En hier zou moeten de 18e tussen staan. Voilà, dat is die van 1 uur. Hier. En nu kun je die ofwel heropenen. Dan kan hem dus die nog wijzigingen doen. Als het de dag zelf is, ja, dan kan hem die. Dan kan die nog aangepast worden door een opleider. Als het te laat is, ja, dan moeten we toelating vragen aan ons. Of dat nog kan. En de meest voor de hand liggende is dat een promotor zegt, ja, dat is goed. Dat is een opleiding doorgaans met ene en voilà. En dan bevestigen. En nu komt dat dus één gediend bij ESF. Want hier is nog eens in het archief laten zien. Voilà. 18.5, ingediend bij ESF. En dat zijn de andere die daar eens nog open stonden. Dus dat zijn dus de drie stappen. Hè. Plannen van de opleiding met de deelnemers, al dan niet. Een opleider die bijkomende deelnemers bijkomen toekent, wat ik niet heb kunnen laten zien. Dat er niet toegevoegd werd. En alleszins de registratie doen. Want dat is, ja, ik ga het maar zeggen, ik wist niet dat er zoveel rugbaarheid mocht aan je gemaakt worden. Om dus de mogelijkheid te geven om een dag na opleiding. Als we het toelaten om na de dag van de opleiding toch nog op die dag registraties te laten doen, een opleider, dan moet u wel een manuele lijst met de getekende, de handtekeningen van de deelnemers aan de opleiding aan ons bezorgen. Als we vinden dat je goed is, dat dan niet dat duidelijk is welke deelnemers, rijksregisternummer en zo verder dat zijn, dan staan wij toe om dat nog te registreren. Maar dat betekent niet dat dat voldoende is om die manuele lijst op te laden. Dan moet een opleider als eerste stap dan doen. Als eerste stap moet hij die lijst opladen. Als hij dan naar de opleiding gaat die er in zijn lijstje staat, en hij klikt erop, dan gaat hij een melding krijgen van boven, laat de lijst op. Als hij die lijst opgeladen heeft, moet hij nog wel de individuele registraties, waarschijnlijk dan met het Rijksregisternummer, want de QR-code die hebben ze niet bij de hand, van die deelnemers opnieuw doen. Om dus alles officieel in te geven. Ik denk dat dat het voornaamste is. Ik ga nog wel één stap, maar dan springen we al ver vooruit, maar toch. Voor sommigen gaat dat toch snel komen. Ik weet niet dat mensen op de hoogte zijn van MLP, dat is dus ja, een toepassing van de VDAB, waar alle gegevens van deelnemers bijgehouden worden en geregistreerd worden, die wij gebruiken. Dus voor alle bij ons ingediende opleidingen moeten een reeks van gegevens ingegeven worden. Ingegeven worden in deze toepassing, onderdeeltje van gebruikersbeheer. Doet hem dan niet, dan moet ik terug zeker. Dat is goed. Ah ja, hier terugstapbaar. Dus hier krijg je al uw deelnemers te zien en afhankelijk van de indicator. Dit zijn gegevens die op het niveau van deelnemer moeten ingevuld worden. Dat is, staat er allemaal bij uitgelegd wat het is.
hooggeschoold, middengeschoold of laaggeschoold. Als je die dus nu hier van dop B Elias laaggeschoold maakt of hooggeschoold, dan word je dus ook overal, je moet het maar één keer per deelnemer ingeven. Maar dit zijn, dat is ook voor Roma en Kansarm, maar dit zijn resultaatsindicatoren, afhankelijk hier bijvoorbeeld welke, of dat een onderwijs en opleiding gevolgd heeft na de opleiding. Dat zijn dus gegevens die pas na de opleiding kunnen effectief ingegeven worden en die ons moeten bezorgd worden. Wij, ja, normaal gezien, tinnen, denk ik, streven we ernaar van dat zoveel mogelijk maandelijks te doen. Maar... Ja. Omdat wij die gegevens ook nodig hebben, zeker op het einde van het jaar en later. Zeker in de toekomst ook gaan we meer periodes moeten rapporteren aan Europa en daarvoor hebben wij die gegevens ook nodig. Ik hoop dat ik wat duidelijk geweest ben. En als er nog vragen zijn, dan mogen ze stellen. Zijn er nog vragen? Mocht handje opsteken? Krijg je nog een vraag binnen van Josephine? Enkel voor voorafgerond. Dus, dat zal een vraag zijn als gevolg zeker. Ja. Van wie achter is. Nee, die lijst opladen, dan moet er een opleider. Ja. Ja. Josephine, ja, zeg maar hoor. Mag je micro... Ja, sorry, mijn micro stond nog uit. Ja. We zijn een beetje aan het nadenken hoe we het praktisch haalbaar kunnen maken voor ons, omdat dat een volledige productieomgeving is, waar dat er ook heel weinig internettoegang is op de vloer. Allee, vooral door IT is dat dan heel beperkt gehouden. Dus ja, dan weet ik al sowieso dat als opleidingen op de vloer zelf gegeven worden, dat die mensen ook geen iPad of geen laptop bij zich hebben. Dus dan moeten ze dat dan nog de dag zelf op hun bureau, wat ze meestal ook niet hebben, proberen te doen. Dus we zijn zo'n beetje aan het zoeken van, is dat wel haalbaar of niet? Want het lijkt mij ook een heel andere manier, het is ook een heel andere manier van werken dan, dan de vorige jaren natuurlijk. Hè. Waar dan natuurlijk vroeger de meeste, de volledige workload eigenlijk bij ons zat, bij mij dan, bij HR. En nu steken we het voornamelijk ook bij de opleider zelf. Ja. En hoop ik dat we wel voldoende return krijgen, zal ik zeggen. Het is niet evident, denk ik. Ja, het is sensibilisering. Hè, van, want als het niet geregistreerd staat... Ja, want bij ons waren heel veel opleidingen, zowel soms on the spot gegeven van opleidingen van machines en dergelijke, worden ook niet altijd vooraf doorgegeven, maar vroeger, de lijsten lagen klaar, ze konden het sowieso aftekenen, dus ik kon dan nadien het allemaal ingeven en dat valde zo nu een beetje weg. Zeker in drukke periodes met loonsadministratie, waar ik niet dit er nog kan bijnemen op de dag zelf, is nog wat zoeken, denk ik. Ja, het is, voorbereiding is superbelangrijk, dat iedereen het weet. En dat, je kunt al op voorhand mogelijke opleidingen klaarzetten, maar je hebt een datum nodig en een opleiding pas aan de slag. We kunnen niet... Allee, het is auditproof systeem. Dus achteraf het registreren en zitten handtekenen, dat moet vermeden worden. Hè. Ja, tuurlijk. Ja, bij ons is het zo, de mensen zelf tekenen op het moment zelf, dus ze zijn er, maar het wordt pas achteraf dan tot bij ons gebracht. Ja. En nu natuurlijk, ik bijvoorbeeld wel al de woensdag niet, de backup werd ook op een andere dag niet. Ik denk dat er stof tot nadenken is. En ik weet niet of dat voor anderen ook zo is, maar ik hoop dat ik niet de enige ben die een beetje vragen stelt erover, maar ik zal hem wel duidelijk maken, zeker dan. Okay. De registratie moet door de opleider op een dag zelf gebeuren. Ja. Als ik even mag tussenkomen, het gaat natuurlijk een hele grote aanpassing zijn. Maar anderzijds moeten jullie ook niet meer registreren in MLP, wat ook wel een gigantische last is die wegvalt. Dus ja, dat is toch een beetje een compensatie daarbij. Maar ik versta dat inderdaad wel een aanpassing zal zijn, ook naar sensibilisering toe van de opleider, dat dat inderdaad wel een andere manier van werken is. En dat u daar toch wel de beste manier van werken gaat moeten voorvinden.
Maar ik zie er wel altijd het voordeel van in van dit systeem, hoor. Maar het is inderdaad in het begin een beetje de klik maken en de aanpassingen, de nodige aanpassingen treffen. Chef, is in uw scherm. Ja, dat is goed. Er staat niks verkeerd in. Nee. Zijn er nog vragen? Een vraag. Zie ik dat correct, dat de opleider daar staat met zijn laptop en dat dan de mensen voor die camera van die laptop moeten komen met een digitaal toestel? En meestal hebben ze dat dus niet, maar dan een afgeprinte QR-code? Of hoe gaat dat in de praktijk? Het is de opleider die ook een tablet kan mee hebben, dus zeker voor opleidingen. Ja, daar gaan we van dat de meesten wel een laptop, allee, of niet altijd, ik weet niet, een tablet of een, allee, of dat is de bedoeling, een tablet of een laptop mee heeft. En inderdaad, dat de deelnemers in feite ook een gsm bij hebben. Jeff, we zien nog steeds zo samen. Dus dat de deelnemer zijn gsm bij heeft, dat zijn mails altijd bij heeft. Allee, een beetje naar het digitale aan het kijken. Iedereen heeft zijn gsm meestal bij zich en heeft dus ook die QR-code. Operatoren worden gevraagd die gsm niet mee te nemen naar de machines. Dus bij ons wordt dat echt wel een moeilijk punt, hoor. Ja, dan is het rijksregisternummer dat een alternatief is. Om te registreren via het rijksregisternummer, die dan ook een... we moeten ergens een unieke... het is een vervanging van die papieren handtekening, of die handtekening, die schriftelijke handtekening, dat we proberen op een bepaalde manier te digitaliseren. En dan is dat via die QR-code of het rijksregisternummer. In dit geval zal de opleider s'avonds, of nadat de opleiding gegeven is... die deelnemers met hun rijksregisternummer, dat moet noteren dan op papier, wat dan niet ook het geval was. Of niet het rijksregisternummer, misschien niet. Die zal hij moeten inbrengen in het systeem. Oké. Dat is de enige manier om... Het is de bevestiging door een opleider, die personen waren aanwezig. Hè. Hij is de enige die kan zeggen, die zijn aanwezig. Ja. Dat is het vier ogen. Ja. Dat wij moeten toepassen van de audit. Ja. Tina? Ja, ik had een vraag. Want ik zie het in de praktijk allemaal graag gebeuren. Gelet op de oproep en de doelgroep van digitale ongeletterdheid vind ik dit wel een hele uitdaging voor de mensen die dat zo moeten gaan doen. Maar dat is een persoonlijke bemerking. Ik vroeg mij ook af, stel dat de opleider, dus inderdaad na een sessie, die vertrekt naar huis, die moet dat nog allemaal doen enzovoort. Hoe weet de promotor, want die moet ook nog zelf, de dag zelf ook nog bevestigen? Nee, die niet. Alleen de opleider, ja. Dus de promotor moet niet bevestigen de dag zelf? Nee. Ja, want ik dacht dat dat bij de promotor dan toekwam en dat het pas dan effectief bevestigd was. Nee, dat is ingediend bij ons. Dat is het enige wat moet gebeuren is... opleider moet de deelnemers registreren met zijn QR-code of rijksregisternummer op de dag zelf. Ja, dat is het. En de doorsturen naar ons, dat kan later gebeuren. Dat is onafhankelijk van de dag van de opleiding. En is daar, wat is uw ervaring met medewerkers of ondernemingsraden die vinden dat te veel persoonlijke gegevens zijn? Dat in de GDPR-sfeer niet zo ontvankelijk is? We hebben dat getoetst bij onze DPO. En het is juist een heel veilig systeem in de zin dat iedereen die in het systeem kan,
Met een bepaald gebruikersrecht kan dus, je raakt er maar in als je eigen organisatie toestemming heeft gegeven dat je in het systeem kan. Dus dat is getoetst. En wij hebben vanuit ESF heel wat verplichtingen naar Europa toe, die gegevens verzamelt. En dit zijn nu eenmaal noodzakelijke gegevens. Waarvoor dat je, voor subsidies te krijgen, zijn deze gegevens noodzakelijk. Dus in die zin hebben we een privacyverklaring staan op de website. Maar ook het systeem is getoetst door de DPO. En door te gebruik te maken van ACM-IDM, zullen we daardoor zeker gecoverd zijn. Omdat je daar toch met een in-between zit, hè? Dus de opleider zelf, die desnoods het rijksregisternummer moet opvragen en inbrengen. Dus... Ja, de opleider doet het in opdracht van een ESF-opleiding. Dus het is een ESF-systeem, of een ESF-systeem, ja, en ESF-opleiding. Aan... Ja, ik twijfel niet aan het feit dat daar gegevensbescherming is in het systeem. Maar er is toch altijd een persoonlijke handeling van iemand die willekeurig persoonlijke gegevens van iemand heeft of opvraagt. Kan dat een probleem geven via van ondernemingsraden of zo? Wat is uw ervaring daarmee? Ik zie niet wat verschil is tussen een lijst doorkrijgen met een rijksregisternummer op, een blad dat overal kan rondverspreid worden met een gegeven, een rijksregisternummer ingeven in een systeem dat beveiligd is. Het gaat over beide. Hè? Het gaat over het opvragen van persoonlijke gegevens van mensen. Wij vragen gewoon de naam en de voornaam op. Zien of dat correct is. De persoon die je ingeeft, dat de correcte persoon is. Meer doen. De naam en voornaam moeten kunnen meewerken. Dus de opleider moet niet het rijksregisternummer dan per se... Ja, hij moet het rijksregisternummer, ofwel de naam, voornaam. Dat was ik. Nee, alleen. In principe is het gebaseerd op de QR-code. Hè? Dan is het helemaal afgeschermd. Ja. Dan heb je niks. Dan is het gewoon die code, die wordt ingelezen, wordt vertaald in het rijksregisternummer dat we nodig hebben voor alle mogelijke rapporteringen. Is het helemaal afgeschermd. Maar ja, het is inderdaad zo dat... het heeft ons ook verbaasd dat niet alle deelnemers zo mee zijn met zelfs met het mail en met het mailverkeer, dat ze zelfs geen e-mail hebben en toestanden waar dat men geen... Maar dat is de realiteit, hè? En dat is waarom... We hebben het rijksregisternummer nodig voor onze werking, voor onze doelstellingen. Mm-hmm. Ja. Ik trek dat niet in twijfel, hè. Het is gewoon een vraag over wat uw ervaring daarmee is en wat kan opleveren. Wij in de vorige versie gaven we ook de geboortedatum en in bepaalde gevallen en zo verder. Ja, dat hebben we allemaal weggelaten. Er staat alleen nog een mailadres bij. Verder niets. En nadien hebben we daar weinig of geen opmerkingen meer op gehad. Ja. Nee, maar ik begreep de vraag. Dus je hebt geen controle over je opleider. Maar ja, het is wel de bepalingen van... Ja, je is actief in een ESF-opleiding. Dus, ja. Dank u wel. Ja. Hallo, mag ik nog een vraag stellen? Tuurlijk. Okay. Wel, zou het mogelijk zijn om nog een keer te tonen hoe je zo'n externe werkrelatie moet aanmaken met de externe opleiders? Zit Patricia erbij? Nee, maar er staat ook een filmpje. Anders, er is echt een filmpje die dat... heel makkelijk doorloopt. Ik weet niet, Jeff, of dat je dat kan in een testomgeving. Het is misschien moeilijker in die testomgeving. Patricia is er niet bij. Ah ja, jawel, Patricia is er wel. Ik ben erbij, ja. De vraag is... Voor een externe werkrelatie te leggen. Ik ben niet meer vertrouwd. Ik kan dat niet toepassen. Een momentje, dan moet ik me eventjes voorbereiden. Zijn er nog andere? Dan het gebruikersbeheer. En dan kom ik zo dadelijk terug. Oké. Okay.
Zijn er nog andere vragen? Kunnen de niet-subsidiabele deelnemers nadien verwijderd worden? Ja, dat is de enige wijziging die je kan. Dus de opleider registreert de deelnemers en dient in bij de promotor. En de promotor ziet dan eigenlijk wie dat er aanwezig was in die opleiding. En op dat moment is dat nog de enige wijziging die je kan doen. Ik kan niks niet meer toevoegen, maar ik kan wel nog deelnemers verwijderen. Dus die in de opleiding zaten, maar achteraf niet subsidiabel blijken te zijn. En dan kan je die daar op dat moment verwijderen en op dat moment pas. Oké, dank u wel. Ik had nog een andere vraag, ook in verband met dat leerbewijs. Moeten wij een leerbewijs ergens opladen? Ik zie dat ook staan in dat luikje bij dat gebruikersbeheer. Nee. Dat is niet van toepassing. Nee. Het is een vraag wel van een leerbewijs, maar dat is niet op te laden in de toepassing, nee. En wat moeten we daar dan wel mee doen? Aan de deelnemer geven, denk ik dan. Er moet wel voor elke opleiding per deelnemer een leerbewijs opgeleverd worden. En tegen het einde van de projectperiode, dus tegen rapportering, moet die opgeladen zijn in de archiefruimte. Aha, dus het is toch zo. Okay. Dus per deelnemer moeten we zo een bewijs opleveren en dan moet het effectief ook in dat gebruikersbeheer aangevinkt worden dat je het gedaan hebt. Nee, maar dat staat los van de tijdsregistratieapplicatie. Dat is gewoon iets dat moet in de archiefruimte opgeladen worden. Ah ja, maar ik snap u. Dat is een indicator ook, een opvolging. Oké. Het is daar dat je het zien staan hebt, inderdaad. Dus daar moet je het aan toevoegen. Beter dan Hulder. Ja. Wie kan ik het beter dan Hulder? Ja. Heel de applicatie hier. Dus dat is die vreemde op. Goed gezien. Ik weet niet wat een leerbewijs is. Kan u dat misschien eerst eens kort toelichten? Per deelnemer moet een leerbewijs opgemaakt worden. Daarvoor moet u het schabloon van ISF gebruiken. Dat is ook terug te vinden in de applicatie onder de bijlagen. En daarin komt eigenlijk de naam van de persoon, een korte inhoud van de opleiding. En dat is eigenlijk ook voor ons een bewijs dat die persoon de opleiding gevolgd heeft. Dus dat is eigenlijk ook voor naar Europa toe dat wij dat moeten als bewijs kunnen opleveren. Dus jullie moeten dat dan ook tegen het einde van de projectperiode in de archiefruimte opladen. Moet ik dat zien als een Word-document of is dat de lijst? Heb je eigenlijk al een gegevens die je nodig hebt? Dat is een Word-document, ja. En dat schabloon vind je terug in de applicatie. Dat we per persoon per opleiding moeten opmaken. Ja. Dat staat ook... dat document is ook terug te vinden in een mail die ik naar iedereen gestuurd heb. Ik weet niet wanneer ik dat juist verstuurd heb, maar normaal gezien hebben jullie die wel ontvangen ook per mail bijlagen. Het is eigenlijk de bedoeling om ook aan de deelnemer zelf te geven, zodat hij nog zicht en weet heeft van dat hij die opleiding gevolgd heeft. Mag ik nog eventjes een vraag stellen over een externe opleider? Ik vroeg me een beetje af, als het dus is met een externe opleider die de opleiding geeft op een externe locatie ook, is dat dan ook de bedoeling dat wij die persoon op voorhand opbellen, hem persoonlijk de uitleg geven over het hele systeem? Want die persoon, denk ik, gaat ook een beetje uit de lucht vallen dat hij dat moet doen. Als dat niet geen grote organisatie is bijvoorbeeld. Hebben jullie daar al ervaring mee dat soms moeilijk loopt of niet onmiddellijk? Uh,
Ja, collega's, ik weet niet of jullie daar ervaring mee hebben, maar het is wel, inderdaad wel de bedoeling dat op voorhand met externe opleider goed afgesproken wordt, hè, dat dat systeem in elkaar zit. Ik weet niet, Jeff, of dat ze van de support al vragen het. Ik heb het daar. Ik heb nu nog niet direct veel vragen doorgekregen van een opleider die niet wist hoe dat moet registreren. En als die vraag komt, ja, dan zeggen we een instructiefilmpje, dat die 3 minuten, dat is, daar wordt het eigenlijk uitgelegd wat dat is. Hè. Meer is het niet. Sorry, ja. ik minimaliseer het misschien, maar als de opleiding erin zit en een opleider heeft rechten gekregen bij de organisatie en kan in de applicatie, dan gaat hij zijn eerste scherm zien en dan kan hij onmiddellijk naar de opleiding gaan. En dan zijn het 3 schermpjes die je moet ingeven. Hè. Als het allemaal lukt, natuurlijk. Maar ja, ik weet ook niet. Ik weet alleen dat de relatie in sommige organisaties met externe opleiders altijd niet vlot gebeurt. Maar dat is iets, ja, dat is tussen de promotor en de opleiders. Hè. Ik bedoel daarmee dat soms gebeurt ook dat ze niet registreren en niks laten weten. Die ervaring hebben we wel. Dat de promotor dus het niet van op de hoogte is dat een dag van de opleiding de registratie niet gebeurd is omdat een opleider niks laten weten heeft. Dus op die manier denk ik dat dat... Maar ja, ze zullen toch moeten weten hoe dat ze de registratie moeten doen. En dat is toch, wat een opleider betreft, toch niet zo ingewikkeld. Hè? Ja, maar je moet het weten. En daarom hebben we dat filmpje gemaakt. Dat er ook door te sturen is. Moet de externe opleider een WSE-label hebben? Tom? Kwaliteitslabel bedoel je, hè? Ja, klopt. Kwaliteitslabel van werk en sociale economie. Er moet een aanvraag ingediend zijn bij WSE, maar pas tegen rapportering. Dat klopt het, hè? Ja, inderdaad. Voor alleen andere... de aanvraag moet ingediend zijn of hij moet ook al een goedkeuring hebben omtrent zijn label? Alleen de aanvraag. Ja. Dus ja, hij moet een kwaliteitslabel halen. Maar de fase moet gewoon aangevraagd zijn, zeker tegen de rapportperiode waarin dat hij actief geweest is. Als er geen andere vragen meer zijn, Patricia is aan het klaarzetten, dus voor degenen die geïnteresseerd zijn, kunnen blijven kijken, natuurlijk. Ja. Ik heb in de chat een link gezet op YouTube. Dat is een instructiefilm voor het toevoegen van een gebruiker en het toekennen van een werkrelatie. Want op dit moment kan ik het niet tonen, omdat ik geen toegang heb tot de test... applicatie van het gebruikersbeheer. Dus ik zit wel in de productieversie, maar ik heb geen rijksregisternummer of ik kan ook niet in de productie zomaar een nieuwe persoon gaan toevoegen en een nieuwe relatie gaan aanleggen. Want dan zit ik in productie. Dus ik zou voorstellen van het filmpje eventjes te bekijken en mochten er nog vragen zijn van de lokale beheerder om mij te contacteren via ISF Support IR en dat ik dan via Teams eventjes meekijk. Moest het niet lukken. Moest het niet lukken, ja. Okay. Is dat oké? Oké, ça va. Als er dan geen vragen meer zijn, stel ik voor om af te sluiten. Dus jullie weten waar dat de informatie staat op onze website. We gaan deze opleidingssessie ook nog, of het webinar, ook op de website plaatsen. Oké, veel succes iedereen. Ja, dankjewel. Merci.